Screaming Ducks. We zijn Living History Vereniging, beelden de 101 Airborne Division uit, de 502 Parachute Infantry Regiment. En onze Engelse sector is ook aanwezig en de BS. Dus we gaan u heel veel laten zien. We hebben een half uur. Dat is als reden dat we willen niet de hele dag aan het schieten zijn. Want er zijn ook veteranen die daar andere nare gedachten bij hebben. Dus dat proberen we zo veel mogelijk te comprimeren. Ik wou beginnen met de BS, want die is vanochtend niet aan de beurt geweest. Aan jou het woord. Oké. Goedemiddag allemaal. Laat ik eerst uitleggen waarom wij in blauwe overalls staan. Want u zal misschien denken, die komen van het carnaval. Maar niets is minder waar. Dit waren de uniformen in 1945 bij de bevrijding. Prins Bernhard was de baas van het verzet. En die had bevolen dat iedereen een armband moest dragen met het woord oranje. En groene kleding was verboden bij de bevrijding. Want men was bang dat er foute Nederlanders waren die nogal een groen uniform in de kast hadden. En daarom staan we in blauwe overalls. En als u gisteren naar de Waalsdorpen vlakte heeft gekeken bij de dodenherdenking, dan ziet u daar allemaal mannen aan een bel trekken. En die staan ook nog altijd in die blauwe overalls met zwarte helmen en oranje armbanden. En wij beelden vandaag dus het verzet uit zoals dat bovengronds eruit zag. En het verzet was bewapend en we gaan het over wapens hebben. En eigenlijk waren er maar drie soorten wapens die het verzet had. Dat waren oud-Nederlandse wapens, overgebleven van 1940. Er waren wapens afgepakt van Duitse soldaten. Ik heb er hier een paar. En er waren wapens gedropt voor het verzet uit Engeland vandaan. En het waren overal stenguns, brengguns, Rienfields, en we hebben er een paar van bij ons. Niet alles, want dat lukt helaas niet. Het eerste waar ik mee wil beginnen is een Duits pistool. En waarom nou een Duits pistool? Nou, dat Duitse pistool dat verschiet een 9 mm patroon. En ik heb hem hier bij me, ik laat hem nu zien. Dat noemen ze een Luger. Amerikaanse soldaten wilden heel graag een Luger mee naar huis nemen als souvenir. Het pistool is uit 1899. Heeft dus eigenlijk helemaal niet zoveel met die Tweede Wereldoorlog te maken. Maar wel heel belangrijk was dat in 1904, dus meer dan 110 jaar geleden, er een patroon voor werd gemaakt. De 9 mm Luger patroon, ook wel Parabellum patroon, tegenwoordig 9x19 genoemd. En dat patroontje is dus 110 jaar oud, ruim. En het is vandaag de dag nog steeds het meest verspreide patroon ter wereld. Moet u zich voorstellen, 110 jaar geleden, er waren geen koelkasten, geen radiocommunicatie, geen vliegtuigen. Is nooit verder gekomen dan wat er toen gemaakt is. Het was zo goed dat het nooit verbeterd kon worden. En die patronen die in deze pistolen gaan, zijn dezelfde patronen die het Nederlandse leger nu gebruikt, het Amerikaanse leger gebruikt, de politie op straat loopt allemaal met dezelfde 9 mm patroon nog steeds. En we hebben hier een Duits machinepistool, we hebben Stengels bij ons en die verschieten allemaal datzelfde ene patroontje uit 1904. Ik zal u eerst een demonstratie geven met deze Luger. Er zitten 8 patronen in. Denkt u even om de oren. Daar gaat hij. Die gaan we zo opzoeken. Het feit dat er wat weigeraars zijn, heeft te maken met dat wij munitie gebruiken die plat is van boven en niet een mooi rond topje heeft. Normaliter gaat zo'n patroon met een mooi rond kopje gaat zo de loop in, maar omdat ze bij ons plat zijn, willen ze nog wel eens storing geven in onze wapens. Het Lugerpistool, souvenir voor vele Amerikanen. We hebben ook een MP40, Smeisher bijgenaamd. Als je in de boeken gaat kijken, dan staat er vaak: daar heeft meneer Smeisher niks mee te maken gehad. Nou, dat klopt niet helemaal. Het wapen is ontwikkeld bij Erma. Maar er was een meneer Smeisher die had 8 patenten. En dit wapen is gebaseerd op 8 patenten van die meneer Smeisher. Dus alles wat je aan dit wapen hebt is van dezelfde man afkomstig. Het magazijn waar de
patronen zigzaggend inzitten en toch centraal uitkomen. Patent meneer Smijzer. Maar meneer Smijzer zien we vandaag de dag nog steeds. Want op de kermis zie je van die mooie luchtbuksjes met grendeltjes. En die zijn ook van datzelfde mannetje. Allemaal getekend en bedacht door meneer Smijzer. En meneer Smijzer had aan het einde van de oorlog ook nog een Duits stormgeweer ontwikkeld. En het was niet zo raar dat er in Rusland een Kalashnikov ontstond die daar heel erg veel op leek. En meneer Smijzer was op dat moment ook in Rusland, want hij werd gedwongen om daaraan mee te werken. En vandaar dat die wapens allemaal zo op elkaar lijken. We gaan nu schieten met de MP40, Smijzer. Het wapen schiet vrij rustig en dat komt omdat hij 450 patronen per minuut kan afschieten.